Better van Regina Spektor. Een van de hoogtepunten toch wel in het afgelopen sportjaar was het Belgisch kampioenschap wielrennen in Ronse, weet je nog. In het wiel van Stijn de Volder, we proberen ons ernaast te laten rijden en glijden en geven u mee dat hij tegen 81 km per uur hier de kruisstraat naar beneden heeft gereden. Maar nu moet hij remmen, dit is de bocht naar links. Opletten dat hij niet valt in deze bocht, hij komt er heel goed door. Prima stuurmanskunst van Stijn de Volder, hij is op weg naar de Belgische titel, trekt zich hier op weer dat slechte stuk asfalt hier, waar stukken hersteld zijn, waar iedere keer over moeten wippen als het ware. En hier rijdt hij, Stijn de Volder. We kijken achterom en zien voorlopig in de eerste 200 meter niemand komen. Maar dan komen ze wel, Christophe. Het is toch geen gewonnen spel voor Stijn de Volder. Nee, 9 seconden. Maar wat zal de Volder ook weten natuurlijk, dat hij bijzonder goed gereden heeft in die tijdrit, de laatste tijdrit van de Ronde van Zwitserland. Vierde toen. En Leif Hoste, die komt op hoeveel seconden? Samen met Verbrugge op 18 seconden. Dit lijkt mijn gewonnen spel voor Stijn de Volder. Hier komt hij. De laatste meters. Nog even truitje dicht trekken. En kijk eens wat een mooi truitje, zegt hij. En ik ben de mooie winnaar. Stijn de Volder is Belgisch kampioen. En heeft het absoluut niet gestolen. Wat een prachtige winnaar. Inderdaad een prachtige winnaar. En Thomas Schuns, jij was erbij daar in Ronse. Nu, het is ook niet moeilijk, want je woont daar. Ja, dat is juist. En je hebt ook iets in de wacht gesleept, als ik dat zou kunnen zeggen, op dat BK, namelijk de drinkbus van Stijn de Volder. Hoe ben je daaraan geraakt? Ja, dat is een speciaal verhaaltje. Dus het was 1 juli, de examens waren juist gedaan. En we hadden afgesproken met wat vrienden voor bij iemand te samenkomen die op dat parcours woont. En ja, na 200 kilometer Stijn de Volder passeert in het peloton. En ik zie hem rijden. En hij had juist gedaan met zijn drinkbus te drinken. En ik zag dat, dat ze leeg was. En ik doe teken van ja, laat maar komen. En Stijn gooit die drinkbus juist naar mij toe. En toen had ik het gevoel van, amai, als je daar nog mee bezig bent, van na 200 kilometer, allee, dat je dan nog kan kiezen naar wie dat je een drinkbus smijt, ja. Dan moet je toch echt wel heel goed zitten. En dan had ik, dat wist ik gewoon dat hij ging winnen. Ja. En die drinkbus, heb je die gekoesterd? Waar staat dat ding nu? Die staan momenteel op mijn kop. Als ik aan het studeren ben, dan kijk ik daar een keer naar. En, ja, dan zie je het weer zitten. Ja. En Stijn de Volder, heb je die nogal ergens zien fietsen en of winnen? Ja, ik ben al eigenlijk jaren supporter eigenlijk van de Discovery-ploeg en vooral dat van Stijn de Volder. Mm-hmm. Maar ja, zijn prestaties zijn altijd een beetje minder. Like in de Ronde van Vlaanderen had hij misschien een 42e plaats dit jaar. En Parijs-Roubaix was eigenlijk ook niet zo goed. En iedereen, ze onderschatten hem altijd, vind ik, een beetje. En in de Ronde van Parijs kampioenschap heeft hij eigenlijk bewezen wat hij kan. Ja, ik heb nog een vraagje voor jou. Je zegt jarenlang fan van de Discovery-ploeg, maar die is opgedoekt. Wat ga je doen? Stijn de Volder volgen naar Quickstep of Johan Bruineel naar Astana? Ik denk dat ik toch voor Johan Bruineel ga kiezen. Toch wel, ja? Want ik vind niet echt dat Tom Boonen en Stijn de Volder in één ploeg passen. Ja, oké. Okay. Dat is mijn mening. Maar zoek ondertussen vooral nog inspiratie, zou ik zeggen, in die drinkbus van Stijn de Volder. Bedankt voor je verhaal, Thomas. En we sturen nog een cadeaucheck naar jou met de post. Oké, bedankt. Dag. Sportzaal.